vandaag is het tijd voor een nieuwe Full Face First Impressions. Ik heb best wel weer wat bij elkaar verzameld en ik heb eigenlijk zo goed als een volle Full Face First Impressions. Hier en daar zitten natuurlijk al wel wat producten die al in mijn collectie zitten. Maar als je nou benieuwd bent welke producten ik allemaal gebruikt heb voor deze look en welke producten we in deze video gaan behandelen, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik wil nog wel even wat zeggen voordat we gaan beginnen. Ik merk namelijk de laatste tijd dat ik soms een beetje mee struggle wanneer ik nou Full Face First Impressions wil filmen en wanneer een losse review. Ik heb het laatst ook aan jullie gevraagd op Instagram. Wat zien jullie het liefst? Nou, ik kreeg massaal reactie Full Face. En daar wil ik iets aan toevoegen, want het is natuurlijk ook zo dat ik niet altijd alleen maar producten koop die een Full Face zijn. Ik koop bijvoorbeeld ook wel eens 2 oogschaduwpaletten, 3 blushes. En dan bijvoorbeeld geen nieuwe poeder, geen nieuwe foundation. Vinden jullie het dan alsnog leuk om een Full Face te zien? Of hebben jullie dan toch liever een losse review? Ik probeer daar een beetje mee te spelen, dus ik hoop dat jullie een beetje mee willen denken wat jullie daarin het fijnst vinden. Voor nu heb ik dus besloten om zoveel mogelijk producten in deze video te doen. En een aantal producten waar ik dus meerdere van gekocht heb, zoals een oogschaduwpalet, ga ik dus nog apart behandelen. Ik ben daarin natuurlijk heel benieuwd wat jouw visie daarin is en hoe jij dat het liefste ziet. Dus help me daarmee en laat dat zeker weten beneden in de reacties. Nou, dan heb ik natuurlijk heel veel zin in deze video. Ik hoop jullie ook. Dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Oké, top. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn gezicht lekker gewassen en verzorgd. Dus nu is het tijd voor de make-up. Er ligt echt heel veel hier achter me. Dus het wordt echt wel een volle Full Face First Impressions. Ik heb zoveel mogelijk producten in deze video proberen te stoppen. En ik denk dat we maar gewoon lekker gaan beginnen. Ik top af met een nieuw product van Too Faced. En dit is een lip treatment. Dus dit is zeg maar de bedoeling voordat je je lipproducten aanbrengt. En dit is de Hangover Pillow Balm Lip Treatment. En zo ziet hij eruit. Als je shoplog hebt gezien van vorige week woensdag, dan heb je dit product al voorbij zien komen. Ik ben hier echt heel benieuwd naar, want ik heb hier, zoals ik al vertelde in de video, ergens iets over gehoord of gelezen. Ik weet het echt niet meer. En heb sindsdien reviews op zitten zoeken en ik kon letterlijk niks negatiefs vinden. En ik ben altijd wel in voor een goede lippenbalsem. Dus ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Het is dus gewoon een applicator, dus het is ook nog eens heel makkelijk om te gebruiken. Ik heb niks op mijn lippen verder, dus ik ga hem gewoon lekker proberen. En ik ben heel benieuwd. Het valt me wel op dat er niet zoveel product afkomt. Normaal ben je natuurlijk gewend om dit bijvoorbeeld uit een potje te gebruiken of een tube. En dit is echt een stokje. Dus ik heb wel het idee dat er wat minder product op je lippen zit. Oh kijk, nu komt er wat meer uit. Het voelt wel echt heel zacht. Er zit dus wel kokosextract in, wat ik ook al vertelde in de shoplog. Ik proef dat nu ook in mijn mond. Dus als je daar niet goed tegen kan, je bent er allergisch voor of zo, echt skippen, want het komt dus ook echt wel een beetje aan de binnenkant van je lippen. Het voelt eigenlijk heel lekker. Ik vind het vooral fijn als het niet te dik is, maar wel dat ik echt iets op mijn lippen heb. Ja, weet je, ik kan het nu nog niet goed testen in de zin van ik heb nu mijn lippen gehad, het voelt fijn en we moeten gewoon even kijken wat hiermee gebeurt en hoe zacht mijn lippen dadelijk zijn. Maar ik zou dit zeker wel vaker kunnen gebruiken. Het is dus wel zo, als je niet van kokos houdt of je bent er allergisch voor, dan is het echt niet je ding, want ik proef en ruik daadwerkelijk echt wel kokos. Maar ik vind het niet storend. Het doet me vooral heel erg denken aan mijn setting spray, dus in die zin is het eigenlijk een hele vergelijkbare geur en feel. Maar het voelt heel fijn eigenlijk. Dus tot nu toe enthousiast. Dan gaan we verder met primer. En deze zijn niet echt nieuw. In de zin van deze primer van Make Up For Ever komt uit mijn Visagie kit. Let niet op de verpakking, want dit wordt echt heel snel vies. Maar ik heb deze dus zelf nog niet eerder gebruikt. En ik ben er in mijn Visagie kit altijd heel erg over te spreken. Dus ik dacht, misschien is het leuk om deze keertje te gebruiken. Dit is de hydrating primer. Dus dit is echt wel bedoeld om wat meer hydratatie toe te voegen. Nou, dat is in mijn T-zone niet echt nodig. Dan wordt het echt wel iets te oily, zeker in deze warme dagen. Dus ik ga de Hourglass Fill Powder, dit is een proefje, ga ik op mijn T-zone aanbrengen. Dus ik test deze voornamelijk op mijn wangen uit en deze heb ik dus al eerder gebruikt. En deze is vooral fijn voor de wat vettere huid. Nou, de Fill Primer heeft een soort spateltje. En zeker als je zit te kijken en je hebt meer een vettige huid, dan is die Fill Primer van Hourglass wel heel fijn. Hij is wel best wel expensive. Ik vind Hourglass eigenlijk heel erg mooi merk. En ik krijg ook vaak de vraag over, wil ik het misschien vaker testen?
Dat wil ik zeker doen. Alleen ik vind het echt wel een duur merk. En dan heb ik het echt wel over alle producten. En Hourglass is niet per se het merk van de oogschaduwpaletten bijvoorbeeld. Dat zijn namelijk een van de weinige dingen waar ik daadwerkelijk echt wel mijn geld aan wil spenderen. Omdat ik weet van mezelf dat ik het ook nog gewoon blijf gebruiken. Dus ik heb momenteel 3 producten van Hourglass denk ik in mijn collectie. Dus als er specifieke producten zijn van Hourglass waar jij benieuwd naar bent, laat ze dan zeker weten beneden in de reacties. Misschien kan ik die dus de volgende keer meenemen in de Full Face First Impressions. Oké, de Vul Primer zit erop. Dan ga ik nu nog de Hydrating Primer op mijn wangen aanbrengen. En hij is best wel een beetje vergelijkbaar met die van Milk. In de zin van, het is ook echt een hydraterende primer. Dat is die van Milk natuurlijk ook. Maar die heeft nog als extraatje dat er echt een soort van, ja, plakkerige gellaag onder zit, zeg maar. En die zorgt er dus voor dat het de hele dag blijft zitten. Ik voel zeker in deze primer dat hij heel erg snel indroogt. In de zin van, ik voel nu al dat ik bijna niks meer op heb. En deze is echt, vergeleken met die van Milk, echt totaal niet sticky. En die van Hourglass is heel zacht. Dus het is even heel wat anders, maar op zich voelt het wel, het voelt wel fresh. Dus ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we nu natuurlijk verder met de foundation. Dit is dus de nieuwe Wet n Wild Photo Focus Dewy Foundation. Deze is een beetje aan de lichte kant. Ik zeg het vast van tevoren. Ik heb een Nude Ivory. Dus als je mijn huidskleur hebt, zou ik zeggen, neem het een tintje donkerder. Zeker nu in deze warme dagen worden allemaal net even ietsje bruiner. Of je gebruikt bijvoorbeeld een zelfbruiner, dan kan je beter een iets te donkere foundation hebben. Die je eventueel weer lichter zou kunnen maken. Dan dat je echt een veel te lichte foundation hebt. Ik kom er steeds vaker achter dat je beter iets te donker kan hebben als iets te licht. Want met te licht kan je niet veel. En ik heb bijvoorbeeld een foundation mixer van NYX. Dat is echt een witte vloeistof. Heeft verder niet echt invloed ook op de foundation. Echt puur pigment. Daar kan ik alle te donkere foundations lichter mee maken. Dus je kan beter ietsje te donker pakken als ietsje te licht. Daar heb ik wel van geleerd. En hebben jullie natuurlijk in de Colourpop shoplog kunnen zien dat ik deze sponsjes ook besteld had van Colourpop. Dat zijn de Velvet, de Detail, de Hourglass, de Complexion en de Silicon. Hier zitten ze alle 5 in. En zoals je ziet, 3 ontbreken er. Ik kan ze namelijk niet allemaal gaan testen. Dat is echt gewoon te veel. Dus ik heb voor de 3 gekozen waarvan ik denk dat die het meest, ja, waar ik benieuwd naar ben. En die heb ik hier. Ik heb ze al nat gemaakt. En ik vind echt dat ze super biggie worden. Maar ze zijn zo zacht. Het is echt bizar. Want die van InStylish die ik heb, die lijkt heel erg op de Complexion. Maar deze is veel zachter. Die van mij heeft echt een beetje velvet feel. En dit is gewoon echt zachte fluffiness. En mijn idee was eigenlijk als volgt. De Complexion ga ik gebruiken voor de foundation. Dus vooral de onderkant. Ik ga dadelijk de Dior Concealer gebruiken. En dan ga ik de Detail Spons gebruiken. Want die heeft een leuk puntje. En dan hebben we nog de Hourglass. En die ga ik gebruiken voor de blush stick die ik straks ga gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd of ze fijn zijn. En nu is Colourpop natuurlijk wegens de coronacrisis gesloten. Dus ja, je kan geen bestellingen doen momenteel bij Colourpop. Maar mocht dat wel weer kunnen, de sponsors zijn ook apart te koop. En ze zijn best wel goed qua prijs. En als je natuurlijk onder een bepaald bedrag zit, heb je ook geen invoerkosten. Dus wellicht zou het wel een uitkomst kunnen zijn. Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we dus nu beginnen met de foundation. Zoals ik ook vertelde in de shoplog, heeft de foundation een hele nare geur. Ik vind het persoonlijk echt ruiken naar acrylverf. Ik vind dat eng, want ik hou echt wel van huidvriendelijke foundations. Maar ik dacht, ik ga toch weer een keer iets budget testen. Ik vind het ook wel leuk. Die andere foundation krijgt over het algemeen goede reviews. En ik hou net even iets meer van een dewy foundation. Dus laten we het maar gewoon proberen. Dan kies ik er zelf voor om deze spons aan de onderkant te gebruiken. Je kan natuurlijk ook heel goed dit gebruiken. Hij ziet er wel gelijk heel lekker uit. Dat vind ik altijd het nadeel met nieuwe sponsjes. Dat ze binnen no time echt super vies zijn. Dat vind ik wel heel fijn aan mijn spons van InStylish. Die heb ik nu al, nou volgens mij al bijna een half jaar als ik niet overdrijf. Die heeft echt gewoon nog 0 scheurtjes, 0 gaten. Het is echt bizar. Ik heb het idee dat deze spons echt heel veel lawaai maakt. In de zin van, ik hoor het namelijk, want ik zit natuurlijk vlak bij mijn oren. Maar ik heb het idee dat het op camera ook wel te horen is. Op zich, ik heb nu de onderste helft van mijn foundation aangebracht. Ik vind hem niet verkeerd uitzien. Maar als ik wel heel eerlijk ben, vind ik mijn eigen spons toch net even ietsje fijner. En die spons van InStylish is ook echt niet heel erg duur. Dus ja, ik vind het geen verkeerde spons. En voor de prijs zou ik hem zeker gewoon blijven gebruiken en eventueel opnieuw kopen. Maar het is ook niet dat ik denk van, deze moet je per se hebben. Maar het zit op zich al prima. Dus als je zelf nog op zoek was naar een goede dupe voor een beautyblender, omdat je hem, ja, gewoon te duur vindt, wat ik heel goed kan begrijpen.
Want ik vind die dingen ook echt best wel duur vergeleken met de gemiddelde sponsen die tegenwoordig uitkomen. En die van mij gingen altijd heel snel kapot. Ik van 10 keer brak een puntje af, heel fijn. En deze spons heeft gewoon een hele andere kwaliteit. Maar ja, weet je, ik vind hem echt niet verkeerd. Dus zit er goed op. Foundation vind ik ook niet verkeerd. Ik moet zeggen dat ik het ook niet zo heel erg ruik. Dus op zich is dat positief. Ik denk dat het ook echt omhangt hoe mijn huid erop gaat reageren. Dus als ik morgen wakker word met een hele uitbarsting op mijn gezicht, weet ik in ieder geval waar het aan ligt. Dus dat zal ik jullie ook nog wel even laten weten in een update in de reacties. Maar voor nu, ja, ben ik op zich niet heel ontevreden. Ik vind hem dus wel echt te licht. Dat is wel duidelijk wat ik zie. Maar op zich vind ik de finish van de foundation, ja, dat je dat dewy, beetje gezond, natuurlijk, dat doet hij wel. Dus daar ben ik niet heel ontevreden over. Dan gaan we verder met de concealer. Ik vermoed wel, zeker op deze foundation, dat deze concealer misschien iets donkerder is als de foundation. Deze concealer is namelijk nu goed voor mijn sun-kissed look, maar ik ben nu dus een stuk bleker door de foundation. Dus dit is een beetje tricky, dat wist ik van tevoren, maar ik ga het gewoon proberen. Het gaat me echt om de finish en de kwaliteit van deze concealer. Maar goed, dit is dus de nieuwe Dior Forever Skin Correct Concealer. En ik heb nummer 1N. Ik heb hier hele goede dingen over gehoord, dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik zie allereerst dat hij een best wel grote doe foot applicator heeft. Een beetje Tarte Shape Tape-achtig. Oh, hij heeft ook een soort van... Oh, wat grappig. Hij is een soort van driehoekig. Dat valt me nu pas op. Op zich wel handig. Ik heb ook beauty gurus gezien die hiermee gingen contouren. Nou, ik heb natuurlijk alleen een lichte kleur. Maar daar kan je hem dus ook voor gebruiken als je de donkerdere kleur eventueel ook zou kopen. Ik ga hem dus gewoon aanbrengen onder mijn ogen. Nou, zoals ik al zei, hij zal iets donkerder zijn op deze foundation als dat je normaal zou kiezen. Het valt me mee. Ik denk dat hij wel mooier is met een andere foundation. Maar het gaat even om de concealer. Oh, dat ging echt super snel. Ik ga hem wel een beetje omheen vervagen, want anders ga je wel echt kleurverschil zien. En dat is niet de bedoeling. Nou, op zich, de spons brengt makkelijk aan. Ik heb wel het idee dat ik misschien nog iets meer concealer mag aanbrengen, maar voornamelijk echt in die plekjes waar het bij mij snel een beetje blauw wordt. Maar op zich zo'n eerste laagje, ik vind het er wel heel fresh uitzien. Ik heb echt het idee dat hij een beetje highlight. Dus dat doet hij in ieder geval goed. Nou, je zit natuurlijk echt gewoon een first impression. Ik kan niet op deze manier goed beoordelen of dat hij lang blijft zitten. Hoe dat hij gedurende de dag eruit gaat zien. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van deze video. Maar ik kan je vertellen, als ik er echt heel enthousiast over ben, dat hij zeker vaker voorbij zal komen. Zo op het eerste gezicht vind ik het er zeker niet verkeerd uitzien. Ik heb wel het idee dat hij niet heel erg hydraterend is. Dus misschien dat hij wel meer past bij de gemene tot vette huid dan echt de droge huid. Oké, dus dan zit ook de concealer erop. Ook de spons ziet er lekker uit. Deze kant is nog helemaal schoon en deze kant is dus helemaal vies. Ik vind het wel een fijne spons. Ik zou deze zeker wel vaker gebruiken voor mijn concealer. En je kan dus ook gebruiken om die foundation aan te brengen. Want de onderkant is dus ook ja, lekker om daarmee aan te brengen. Ik denk dat ik deze net even ietsje fijner vind. Zelfs nog als de complexion sponge. Dan zit de concealer dus op. Gaan we die gauw even zetten met de poeder van Pat McGrath. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb het idee dat ik deze toch fijner vind als mijn Charlotte Tilbury poeder. Ik vind het echt heftig. Maar ja, het is echt zo. Ik heb echt het idee dat deze poeder gewoon net even iets natuurlijker is. Dat hij gedurende de dag net even beter blijft zitten. En dat het effect vooral ja, een stuk zachter is. Natuurlijker, minder poederig. En minder alsof je iets verbergt, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. En of dat nou door de kleur komt of gewoon de poeder, of dat die zeg maar vrij dun is, durf ik je echt niet te zeggen. Maar dat ik er blij mee ben, dat is absoluut een feit. Hij is natuurlijk echt wel een high-end product. Maar dat is die van Charlotte Tilbury natuurlijk ook, want die poeder is ook relatief duur. Maar als je het zou overwegen om de concealer of de poeder te proberen van Pat McGrath, zou ik dat absoluut aanraden om te doen. Ik zet de basis er eigenlijk op en ik heb alleen nog maar poeder aangebracht onder mijn ogen. Want we gaan nu verder met cream producten. En ik heb zowel een bronzer als een blush als een highlighter in een cream variant. Ik begin even met de bronzer. Dit is niet helemaal een first impression, want zoals je ziet heb ik hem al een keertje gebruikt. Want ik was gewoon heel benieuwd ja, hoe die het deed. Zoals misschien sommigen wel gehoord hebben, hebben ze de Soleil Tem de Chanel, de welbekende bronzer, vernieuwd. Dus de oude formule vervangen voor een nieuwe. En het blijkt niet zo'n hele fijne te zijn.
dit is nog de oude formule. Dus ja, het is niet helemaal handig misschien om deze nu te gebruiken in een video. Maar mocht je er nog wel aan kunnen komen, dan kan ik je het in ieder geval wel laten zien. Ik vind het op zich even keer product. Ik geef ook gelijk een tip voor een goede stipplingbrush. Want deze heb ik gewoon gekocht op Boozy Shop. En ik vind het echt een fijne stipplingbrush. Want ik had zoiets van, waar ga ik dit mee doen? Want je ziet heel veel mensen het aanbrengen en met een spons vervagen. Maar dan denk ik, ik wil het echt gewoon mooi erin kunnen blenden. En deze kwast doet dat echt heel erg goed. En volgens mij was deze 7 of 8 euro. Dus dat is echt heel erg fijn. En doordat hij dus een stipplingbrush heeft, kan je dus heel makkelijk in het product. Dus dan heb je ook niet dat je te veel aanbrengt. En wat ik dus zeg maar doe, ik breng hem dan aan. En dan ga ik echt gewoon rondjes draaien, zodat ik dus echt al heel gauw een mooi kan blenden. Ik gebruik natuurlijk heel vaak mijn Hoola bronzer van Benefit. Vind ik ook heel zacht, maar zo'n cream is toch net even wat anders. Ik vind het wel echt gewoon een heel natuurlijk effect geven. En als je nu dan kijkt, ik heb één kant van mijn gezicht dus wel gedaan, de andere kant nog niet. Het geeft echt gewoon een beetje die bronzy look. Het is niet mat, het is niet poederig. Lijkt gewoon echt of dat dit gewoon van nature zo is. Dus ja, dat vind ik gewoon wel heel tof van dit product. En ik heb tot nu toe nog niet echt een product gevonden waarbij ik dit ook heb. Behalve de Milk bronzer, de bronzerstick. Ik vind het wel handig dat het in een potje zit. Want dan kan je gewoon veel makkelijker met je kwast doseren. Je hebt veel meer controle. Maar ik denk dat ik die dan het meest hierop vind lijken. Alleen de kleur is net even wat anders. Deze bronzer is echt wel, dit is gewoon echt wel een bronzer. Dit is geen contourstick of zo. En ja, ik vind het dus jammer dat ze het product veranderd hebben van formule. En dat die dus nu ook heel slecht leverbaar is daardoor. Maar ik ben er dus zelf ja, wel enthousiast over, toch wel. Dus nogmaals, mocht je er nog aan kunnen komen, dan zou ik zeker zeggen van gaan proberen. Want ik ben er dus heel blij mee. Het is echt nog wel een grote pot. Er zit 30 gram in, dus hier kan ik echt nog wel een tijdje mee doen. Maar ja, dit is in ieder geval wat het effect is op de huid. En ik word hier in ieder geval heel blij van. Nou, dan gaan we verder met een product van Nude Sticks. En het is wel grappig, want ik heb deze gekregen in mijn adventkalender van Cult Beauty. Heb ik daarna in mijn Vigikit gedaan. En nu is sinds kort Nude Sticks te koop bij de Douglas. Ik ken het product verder niet zo heel goed. Ik ken het echt alleen van de blush sticks. Ik weet dat ze ook highlighter sticks hebben. En dit is de kleur Cherry Blossom Babe. En dit is een beetje een, ja, roze, ik zou zeggen een beetje NARS Orgasm roze kleurtje. Ik vind hem in mijn fysieke in ieder geval heel erg mooi, maar heb wederom nooit eerder op mezelf geprobeerd. Doordat het een stick is, breng ik hem gewoon aan op mijn hand en is het ja, een stukje hygiënischer dan gelijk uit het product te gebruiken. Dus ik ga een beetje aanbrengen op mijn hand, kun je gelijk de kleur goed zien. En daarna ga ik er dus in met de Hourglass Sponge van Colourpop om deze aan te brengen. Ik gebruik dus zelf niet heel vaak cream blushes. Absoluut niet vaak. En zeker geen sticks eigenlijk. Degene die ik gebruik zitten dus in mijn Vigikit. Want daar vind ik het wel gewoon een heel fijn product voor. Maar zoals je ziet geeft het dus wel gewoon een heel fris. En doordat het dus ja, niet poeder is, een heel glanzend effect eigenlijk. Dus ja, ik vind het wel een heel mooi product. Dus mocht jij graag nog een cream blush willen proberen. De Nude Sticks cream blushes zijn nu dus ook te koop bij de Douglas. En dit is dus een vrij roze kleur. Maar ze hebben ook een beetje peachy, een beetje bronzy tinten. Dus wat mij betreft zijn die zeker goedgekeurd. Of ik het nog meer zou kopen, weet ik niet per se. Maar mocht je er zelf nieuwsgierig naar zijn, zou ik er zeker wel eentje proberen. Want ik vind het effect op de huid dus wel gewoon echt heel erg mooi. En ik moet zeggen, met deze spons van Colourpop brengt het ook fijn aan. Het oppervlak is best wel groot, dus daardoor kan je er goed bij komen. En wat ik ook altijd wel fijn vind, is dat het foundation en zo niet gaat schuiven. En daar heb ik tot nu toe ook niet heel erg last van. Dus ja, dit is zeker wel een positieve indruk. Sponsen zien er allemaal echt niet meer uit. Zo jammer. Ik ben wel benieuwd of ze goed schoonmaken. Dat zal ik jullie ook laten weten. Maar tot nu toe, alle drie vond ik ze echt niet tegenvallen. Dus deze zou ik zeker vaker gebruiken. En de Hourglass Sponge ga ik zeker gebruiken voor mijn cream blush. Want ik struggle dus wel heel vaak met dat ik 1 of 2 sponsen heb voor mijn foundation en mijn concealer. En dat ik het dan eigenlijk niet fijn vind om met diezelfde sponsen nog cream blush aan te gaan brengen. Dus nu ik meer sponsen heb, ga ik er zeker eentje voor cream blush blijven gebruiken. Dan heb ik ook nog een highlighter. En dit is de Highlighter Illuminator van Iconic London. Dit is de kleur Original. En dit is dus echt zo'n liquid highlighter. Ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Ik heb ook nog een poeder highlighter. Dat geldt trouwens ook voor de blush.
Maar ik ga gewoon een beetje op mijn hand aanbrengen en hem dan een beetje aantikken zo hier op het jukbeen. Dit product was vorig jaar echt helemaal booming, want het zou echt een super glow moeten geven. Ik heb hem dus nog niet eerder gebruikt. En ik gebruik nu ook echt wel heel weinig, maar dat doe ik natuurlijk ook puur als basis voor de highlighter. Maar ik vind het product, ik vind het wel een heel mooi product. Het is wel lekker glowy. En als je dus een vrij droge huid hebt, dan is poeder dus niet altijd echt de optie. Zeker niet op warme dagen. Dus dan is een product zoals dit, en zeker voor een highlighter, is echt top. Je kan dit dus ook mengen met je foundation. Maar je kan hem dus ook als basis gebruiken onder je highlighter. Of gewoon echt als highlighter, dat je bijvoorbeeld iets meer gebruikt. Dus ook deze valt tot nu toe eigenlijk niet tegen. Dus er heeft nog niks tussen gezeten waarvan ik dacht, nee, dat... is niet mijn product. Ik vind eigenlijk tot nu toe alles wel gewoon heel fijn. En dan ga ik nu wel even mijn T-zone afpoederen, anders wordt dat echt wel even iets te veel. Mijn wangen ga ik dus niet afpoederen, want daar ga ik nog mijn blush en highlighter overheen. En mocht je zelf vrij weinig creamproducten gebruiken, ik ben geen fan van poeder over cream of onder cream. Dat werkt gewoon niet. Maar ik wil wel altijd even mijn T-zone afpoederen, vooral mijn voorhoofd en mijn kin. Dit is dan nog steeds lekker shiny en fris. En het voorhoofd en de kin en neus, die zijn net eventjes wat matter zo. Ook nog even tussendoor een update over de lip treatment. Die voelt nog steeds echt heel erg fijn. Dus of dit een product gaat worden wat ik naast mijn bed ga neerzetten om voor het slapen gaan te gebruiken. Of dat ik hem hier bij mijn make-up tafel laat staan, dat weet ik nog niet. Maar ik ben er in ieder geval wel blij mee. En dan gaan we verder naar dit leuke duo van Colourpop. Dit is de Super Shock Cheek Duo. Dat was het Lunar New Year collectie. Dus dat was echt met nieuwjaar dat deze uitkwam. Volgens mij is de blush wel een vaste kleur in het assortiment. Mijn moeder vindt deze ook heel erg fijn. En de highlighter volgens mij niet. Dus dat zag ik er van tevoren even bij. Ik heb ze zelf dus nog niet eerder gebruikt. Ze hebben een heel leuke rode verpakking. En een hele mooie, volgens mij is het een lotus erin gedrukt. Heel erg mooi. Dus ik ga de blush en de highlighter gebruiken. Ik heb wel het idee dat de highlighter wat aan de donkere kant zal zijn. Dus mocht die echt te donker zijn, dan ga ik er nog een beetje met deze overheen. Die is namelijk net even iets te licht, dus dat is precies een mooi contrast. Ik ga mijn blushkwast van Real Techniques gebruiken en daarmee ga ik gewoon in de blush. De Super Shock blushes hebben dus echt ook een beetje een soort van moesige formule. Komt dus ook best wel wat van je kwast af. Dus ik geef je even een tip om heel even op je hand af te poederen. Want anders schrik je dadelijk van hoeveel er vanaf komt. En dan gewoon een beetje aan te tikken. En dit is dus de kleur Drop of a Hat. En Drop of a Hat is dus eigenlijk een koraalkleur met een soort van gouden glansje erin. Misschien iets feller als wat ik normaal zou opdoen. Ik merk echt wel dat ik nu echt dat mijn focus op mijn wangen ligt. Dus... misschien dat ik straks nog wel een beetje dingetjes ga vervagen. Maar ik vind het in ieder geval wel gewoon heel lekker fris eruit zien. Helaas is nu wel een mooie lotusprint uit de blush uit. Maar ik zou deze kleur in ieder geval wel zeker vaker gebruiken. Misschien iets lichtere hand. En omdat er natuurlijk ook een cream blush onder zit, ja, is het een extra heftig effect. Maar zo kan je daar dus wel leuk mee spelen. Mocht je bijvoorbeeld niet kunnen kiezen tussen je cream blush en je poeder blush die dag... doe je ze gewoon lekker allebei. En dan hebben we dus nog de highlighter. Ik vind het een spannende kleur. Want aan de ene kant is hij een beetje goud. Aan de andere kant heeft hij een beetje iets beige. Hij is dus niet heel licht. Dus ik ben benieuwd. En dit is de kleur Goody Two Shoe. En zover mij bekend is dit dus een limited edition kleur. We hebben natuurlijk al de Iconic London Illuminator eronder. Dus ik verwacht niet dat hij te weinig glans zal hebben. Misschien zelfs te veel. Ja, hij maakt deze kleur net even ietsje gouder. Dus het is echt wel een goudtint. Ik vind hem niet verkeerd. Jammer dus dat hij limited edition is. Maar Colourpop heeft nog veel meer van dit soort Super Shock highlighters in het assortiment. Dus dan kun je wel een beetje zien wat het effect is. En zoals mijn geliefde Flexitarian kan je hem dus ook gebruiken. Bijvoorbeeld voor in de binnenste ooghoek in plaats van op het gezicht. Nou, ik vind de highlighter absoluut een mooi effect geven. Zoals ik al zei, de aandacht ligt echt op de wangen vandaag. Terwijl ik mijn oogschaduw nog niet eens gedaan heb. Maar ik vind het in ieder geval wel heel fris en vrolijk eruit zien. Dus dat is ook wel eens fijn. Misschien echt wel een perfecte look voor een lentedag. Dan ga ik nog even tussendoor setting spray aanbrengen. Dit is dus de Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Acid Setting Spray. Vind ik heel erg fijn. Is echt een hele fijne setting spray voor een goede prijs. Dus mocht je daar nog op zoek naar zijn, echt een hele goede. Ik zou zeggen, heeft een beetje een soort... ja, mango persikachtige geur. Op zich lekker fruitig, vooral hele fijne spray, heel zacht. En daardoor verdeelt hij dus ook goed. En dan zijn we eigenlijk klaar met het gezicht, dus dan gaan we nu verder naar de ogen. Ja, voor de ogen heb ik dus onder andere een nieuw oogschaduwpalet. Dat is dus de Latte 2 van Dominique Cosmetics.
Ben ik heel erg benieuwd naar. En ik heb op de valreep ook nog een nieuw wenkbrauwproduct wat ik ga proberen. Maar eerst ga ik nog even de basis aanbrengen. Dat is onder andere mijn oogschaduwbasis van Too Faced. De Shadow Insurance vind ik een hele fijne oogschaduwbasis en gebruik ik eigenlijk bij iedere ooglook. Het blijft voor mij gewoon echt wel de fijnste oogschaduwbasis. En ik ga nog even tijdlijnen met mijn potlood van Marc Jacobs. Dat vind ik gewoon net even iets mooier. Maak mijn wimpers net wat voller. Nou, mocht je de video van vorige week woensdag nog niet gezien hebben, dat was een shoplog, maar ook een unboxing van een winactie die ik heb gewonnen. En daar heb ik als extraatje nog dit product van NYX bij gekregen. 3 kleuren om precies te zijn, maar ik vermoed dat dit de beste match is. En dit is de NYX Can't Stop, Won't Stop Longwear Brow Kit. En ik heb even gekeken al hoe het product werkt. Er zit al eerst een borsteltje aan, dus het is voor mij logisch om nu eerst even mijn wenkbrauw door te komen. En dat werkt op zich prima. Zacht borsteltje. Ik begrijp de achterkant van het borsteltje niet helemaal. Want dat is echt gewoon een soort kammetje. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat dat echt iets doet op mijn wenkbrauwen. Maar ik heb het idee dat je daar misschien een beetje mee kan uitsmeren of zo. Maar dat borsteltje werkt wel het fijnst. En dan is het heel grappig. Want je kan dus aan het product ook draaien. En hieronder zit dus een soort van vloeistof, zeg maar. Nou kan je het dus gewoon zo in je wenkbrauw smeren. Ik vind het daar net even een te groot borsteltje voor. Dus ik had eigenlijk het idee om gewoon een heel strak wenkbrauwkwastje te pakken en het op die manier aan te brengen. Zoals jullie weten ben ik echt dol op mijn wenkbrauwproducten van Benefit en gebruik ik eigenlijk bijna niks anders. Dus de laatste keer dat ik een nieuw wenkbrauwproduct heb getest is best lang geleden. Maar ik dacht, laat ik het gewoon maar weer een keertje doen. Daar zijn dit soort video's voor. En misschien is het wel een ontzettend fijn product. Ik ga het gewoon proberen. Nou, het product is heel vloeibaar, maar het blendt dus wel best wel goed. Ik vind het wel gelijk vrij donker. Omdat je dus echt een vloeistof hebt, ja, is dat toch wel anders dan een potlood of een poeder wat ik meestal gebruik. En ik heb bijvoorbeeld ook de dipbrow van Anastasia. Maar die vind ik op mijn wenkbrauw dus gewoon echt wel heftig. Dat is meer Instagram brows. Omdat het gewoon echt wel heel mooi inkleurt, zeg maar. Ik hou wel wat van meer natural brows. Ik heb nu bijna niks meer op mijn kwast. Dus dan kan ik mooi de voorkant nog even omhoog borstelen, zeg maar. Nou, op zich vind ik wel dat het product heel snel werkt. Want ik heb echt binnen 3 seconden mijn wenkbrauw niet gedaan. Maar het is wel een beetje veel naar mijn smaak. Ik hou wel echt van natural brows. Wat ik nu ga doen, ik ga het kammetje er weer bij pakken, borsteltje. En dat ga ik even doorkammen, kijken wat dat voor effect geeft. Heb ik natuurlijk nog niet gedaan. Oké, ik ben best enthousiast. Vooral het verschil met deze wenkbrauw. Kijk, ik heb op zich voor mezelf prima wenkbrauw, maar dit spreekt gewoon veel meer. En je zag hoe snel het ging. Het borsteltje zorgt ook echt voor dat het net even wat zachter is. Ja. Nice, ik ben echt best wel enthousiast. Dus ik ga nu verder met die andere kant. Ik kan me nu dus ook even niks bedenken wat ik hier op vind lijken qua product. Echt best wel een vrij bijzonder product qua substantie. Dus het is ook wel weer eens leuk om eens een keer wat anders te proberen. Vooral als het dan totaal niet tegenvalt eigenlijk. Ik denk wel dat ik hem voor mijn everyday brow misschien iets te donker vind. Ik ben heel snel zeker dat ik mijn wenkbrauw te donker vind. Want ik dan vind dat ik zo boos kijk. Dus dat... Dat is denk ik voor mij net even iets donker. Volgens mij is het wel de lichtste kleur van de 3 die ik heb gekregen. Maar ik denk dat ik dit product best wel in mijn physique kit zou doen. Want het geeft echt binnen dit gewoon super strakke brows. Dus ja, ik ben echt impressed. Ik ben wel benieuwd of jullie dit product ook al kennen. Want volgens mij is het ook nog eens vrij nieuw. En ja, mij was het dus niet bekend. En ik ben echt niet ontevreden. Ik ben wel benieuwd of dat dit nou ook nog waterproof is. En een soort van... ook blijft zitten, zeg maar. Dat vermoed ik niet. Dat heb ik namelijk niet gelezen. Maar dat idee heb ik wel door de vloeistof. Dat het echt een soort van tattoo brow wordt. Maar ik ben echt niks ontevreden. Het zit echt gewoon als een huis. Nice. En ik heb dus de kleur ash brown gebruikt. Ik denk iets te donker, zoals ik al zei. Maar op zich kan ik het prima hebben.
Daar heb ik natuurlijk nog geen brow gel op gedaan. Die heb ik wel klaargelegd. Ik vind het op zich niet verkeerd zitten. Maar ik denk als je hele springerige wenkbrauwhaar hebt zoals ik. Want nu zit het goed, maar over een paar minuten zit het alle kanten op. Zou ik nog wel even een brow gel gebruiken. En dit is de 24 Hour Brow Setter van Benefit. En als je echt op zoek bent naar wenkbrauwgel waar alles gewoon kakstrak blijft zitten. Ja, dan kan ik je deze absoluut aanraden. Want het is bijna gewoon lijm. En als je er een beetje zachtjes mee bent, wordt het ook niet te hard. Maar het zorgt er echt voor dat het de hele dag blijft zitten, dat zeker. Zo, en dan ga ik ook nog even de highbrow gebruiken om mijn wenkbrauwen wat strakker te maken. Deze is ook van Benefit. En ja, dit is gewoon echt wel mijn product. Gewoon net even onder de wenkbrauwen langs. Door de kleur wordt hij dus iets gehighlight. En door dat het dus ja, dekkend is, maak je de wenkbrauw net even ietsje strakker. En met deze kwast van Zoeva ga ik dat dan uitblenden. Dit is de Concealer Buffer. Echt mijn favoriete kwast hiervoor. Is echt binnen no time geblend. En nu zijn je wenkbrauw dus net even ietsje strakker. Ik moet echt heel erg wennen aan mijn wenkbrauw. Aan de ene kant vind ik het heel mooi, want het is echt wel een heel strak geheel. Maar ik ben dus ja, wel iets meer van een wat lichtere hand, zeg maar. Dus het is wel echt wennen. Maar ja, het heeft wel gewoon echt heel goed zijn werk gedaan. Ik heb wel het idee dat ik hier misschien iets te hoog ben gegaan. Dat deze wenkbrauw net of iets rechter is. Maar goed, wenkbrauwen zijn zusjes en geen tweeling. Ja, dan gaan we verder met het oogschuimend palet. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Deze heb ik natuurlijk ook al laten zien in de shoplog. En ik ben gewoon echt heel benieuwd wat voor look ik van ga maken. Het is dus eigenlijk best wel een natural palet. Maar je ziet het al, er zitten dus ook echt 3 pops of color in. En ik vind mijn wangen dus al echt lekker kleurrijk vandaag. Dus ik vraag me af of dat ik per se ook kleur wil gebruiken. Misschien dat ik dat gewoon niet moet doen. Ook wel eens leuk. En dat ik gewoon echt alleen ga focussen op de bruintinten. Laat ik in ieder geval maar gewoon beginnen met de basis. En ik ga beginnen met de kleur Frotty. Dat is deze. En die ga ik gebruiken als highlighter. En ik ben ook benieuwd of dat die niet te donker is. Want dit soort kleuren hebben heel vaak een gelige ondertoon. En daardoor zijn ze vaak nog wat donker. Nou, dat is op zich geen verkeerde browbone shade. Dat is ook wel eens fijn, want ik gebruik dus heel vaak die kleur van Colourpop, Hear Me Out. Omdat bijna alle kleuren in dit soort paletten altijd donker zijn voor mij. En dat ligt oprecht niet aan mij, want ik heb nog niet eens een hele lichte huid. Maar omdat die kleuren gewoon eigenlijk allemaal te donker zijn, kan ik ze bijna beter als transitiekleur gebruiken dan als kleur onder mijn wenkbrauw. Want dat heeft echt totaal geen effect. Nou, dit ga ik nog even naar beneden blenden. Dat het ook gewoon een soort basis is. Ja, wat ik dus wel gehoord heb over dit palet. Dat er dus niet heel veel logica in zit qua arcadeboog. Want deze kleur is dus eigenlijk ja, te licht, zeg maar. En deze twee zijn dan gelijk heel donker. Dus mijn idee is eigenlijk om te kijken hoeveel ik kan opbouwen met deze kleur. En dit is de kleur Café Con Leche, als ik het goed uitspreek. Die ga ik gewoon heel veel opbouwen. Kijken hoe donker dat ik hem kan maken. En dan kies ik voor of cafecito of coffee beans voor in mijn buitenste ooghoek. Ik val me nu trouwens pas op dat ze allemaal koffie-inspired namen hebben. Dus ik vind in ieder geval dat deze kleur tot nu toe goed aanbracht. We gaan dus nu verder met de eerste kleur in de arcadeboog. Ik hoor dus eigenlijk altijd best wel hele goede verhalen over deze oogschaduws. Maar de andere paletten naast het latte palet zijn best wel vibrant colors. Want je hebt bijvoorbeeld ook, dan moet ik even goed nadenken, volgens mij het Celestial palet. Is een beetje paars-roze-achtig. Vind ik echt ook een heel tof palet. Maar dat zijn gewoon kleuren die ik gewoon echt niet gebruik. En dat vind ik dan gewoon zonde. Dan heb ik liever 12 nude paletten in mijn kast waarvan ik denk, ja, die ga ik gebruiken. Dan paletten waarvan ik denk, nope. Want inmiddels is het ook niet meer het geval. Dat zeggen heel veel mensen van, ja, dan doe je toch geen visie kit. En dat is super lief dat je mee wil denken. Maar anders wordt mijn visie kit wel echt gewoon te vol met dingen die ik gewoon te weinig ga gebruiken. Ik vind deze kleur wel heel zacht aanbrengen. Dat voelt in ieder geval heel fijn. Ik krijg bijna een beetje Natasha Denona vibes. Dus dat is positief. Maar ik zie nu al dat de kleur niet heel erg opbouwt. Oké, de kleur Café Con Leche, die zit erin. Ja, ik drink zelf geen koffie. Dus als ik deze naam al verkeerd ga uitspreken, weet je in ieder geval hoe het komt. Maar de kleur zit in ieder geval in de arcadeboog. Ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Dus die zou ik zeker vaker gebruiken. Hij is gewoon niet te koel, niet te warm, precies goed. Maar ik snap wel, als je nu dus een van deze donkere kleuren gaat aanbrengen, dat er echt heel veel contrast tussen ligt. En dat het heel moeilijk is om naar elkaar toe te blenden.
Maar ik ga het wel gewoon proberen. Ik ga wel kiezen voor cafecito, deze kleur. Dus die is net iets warmer. En dan ga ik denk ik met coffeebeans aan de onderkant verder. Zodat ik net even iets meer smoky effect krijg. En ik ga cafecito eerst gewoon heel lichtjes ook vervagen in de arcadeboog aan de buitenkant. En daarna ga ik hem hier aanbrengen. En op deze manier heb je toch een soort van tussenkleurtje. Want kijk, zo is die ook wel iets donkerder, maar gelijk, niet gelijk te, zeg maar. Ik ken zelf trouwens verder in mijn omgeving vrij weinig mensen die dit merk kennen. Nou heb ik dat sowieso vrij vaak. De meeste van mijn vriendinnen gebruiken gewoon Maybelline of Essence & Catrice, zeg maar. Dus ik heb dat sowieso vrij vaak. Maar dit merk heb ik oprecht ook nog nooit eerder bij iemand in Nederland gezien. En als ik dat zo eens in mijn handen heb, vind ik dat eigenlijk best wel jammer. Want ik vind het dus wel een heel mooi palet. En juist omdat er dus ook van die felle kleurtjes in zitten, is het slim gedaan. Want zo heb je dus en felle kleuren bij de hand. Maar kan je ook gewoon iedere dag je natural lookje doen. Ik vind het dus wel heel grappig dat ik hier dus een palet in mijn handen heb met name van koffie. Terwijl ik zelf dus echt nooit koffie drink. Dit zou dus juist een palet zijn voor iemand die echt gewoon helemaal koffielijp is. En mocht ik graag de vraag krijgen, drink je nooit koffie? Ja, ik vind het dus niet lekker. Ja, natuurlijk een ijsfrap van de Starbucks met heel veel melk, dat drink ik heus wel. Maar echte zwarte koffie? Nee, daar maak je me echt niet blij mee. En daar word ik nog meer stuiterbal van. Dus dat moeten we zeker niet hebben. Dan ga ik nu met een iets plattere kwast een klein beetje aanbrengen van de kleur coffee beans. En dan net even hier, zodat dit iets donkerder wordt nog. Deze kleur is iets koeler, maar ik denk naast elkaar dat je er vrij weinig van ziet. Dan ga ik nu met een wat kleiner kwastje ook een beetje aanbrengen onder mijn oog. En dan ga ik dus weer in de kleur coffee beans. Echt puur voor iets meer diepte. Kijk hoe dat werkt. Oh, echt heel makkelijk. Dus gewoon net even een beetje meer smoky op deze manier. Nou, dan heb ik hier dus drie keuzes aan shimmers. Ik denk dat het mooiste is dat we frappe in de binnenste ooghoek doen. Of in ieder geval aan de binnenkant. En dan is het nu de keuze drizzle of iced coffee. Drizzle of iced coffee. Ja, dat is lastig. Het is wel een beetje een smoky look. Dus misschien is het dan wel leuk om iced coffee te gebruiken. Ik ga voor iced coffee. En nou heb ik gezien dat het hele zachte oogschaduws zijn. Dus ik ga dit gewoon lekker met mijn vinger doen. En dan hou ik het allerbinnenste hoekje, ga ik zeg maar even open houden. Kijk, en deze kleur blendt dus heel erg mooi richting die donkere kleur. Dat had ik al gezien. Dan zit ik nog steeds te twijfelen of dat ik frappe of drizzle ga gebruiken. Ik ga ze gewoon even swatchen allebei. Ik vind dit ook wel pretty, maar dit is... Nee, ik denk toch dat ik voor drizzle ga, dat goud. Ik vind dat toch ook wel tof. En ik kan deze eventueel nog in mijn binnenste ooghoeken doen. Oh, dat is wel grappig dat hij aan de binnenkant al wat warmer is. Alsof er echt serieus een zonnetje op staat. Ik vind het wel cool. En dan ga ik dus de kleur frappe, die lichte kleur, aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. Ik denk wel dat hij toch ietsje te donker is. Maar ik kan wel gelijk zien dat hij mooi van tint is. Nee, ik zou hier wel een lichtere kleur voor gebruiken. Hij is dus iets donkerder geworden dan wat de bedoeling was. En er zit dus geen felle kleur in. Maar ik vind het wel gewoon echt heel mooi. Ik zou dit gewoon op everyday basis zeker dragen. Ik ga nog wel even de felle kleuren swatchen. Want ik heb verder natuurlijk zo goed als al deze kleuren gebruikt. Dus ik ben wel benieuwd naar het pigment van de felle kleuren. Voor de eventuele volgende keer. Nice. Ik vind vooral de kleur matcha, dat groen, vind ik heel erg tof. Dat is ook echt wel waar ik van hou. Ik denk ook dat met Blonde Rose en Drizzle, omdat het dus een beetje goud is, dat het ook heel tof kan zijn. Dus ja, ik vind het wel leuk, die pop of colors in. Ik vind wel matcha zeg maar het meest indrukwekkend qua pigment. Dus echt wel een hele pastelkleur. Maar ja, mijn eerste indruk van dit palet is echt heel positief. Ik ga dus wel nog even een highlighter met binnenste ooghoeken doen. En deze lag hier toch al bij de hand. Dit is dus de Colourpop Disney collectie en dan de kleur Horse and Carriage. Ja, kijk, dit vind ik gewoon net even ietsje mooier, iets lichter. Past net even wat beter. Ik zie trouwens wel dat ik een beetje fallout heb, dus dat is misschien wel goed om te zeggen. Dat is met Natasha Denona bijvoorbeeld net even wat minder. Maar ik ben echt wel impressed met de oogschaduw. Vooral die matte kleuren, hoe makkelijk ze blenden, dat is echt bizar.
Zo. Nou, dan zijn de ogen dus eigenlijk klaar. Dan gaan we nu verder met de eyeliner. Want die is ook nieuw. En dit is de nieuwe eyeliner van Queen Tarji, de Royal Liner. Blijkt echt intens zwart mat te zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb vooral ervaring met de wimpers van Queen Tarji en het palet natuurlijk, het Royal Palette. En dit is dus aansluitend de Royal Liner. Ik vind vooral dat kroontje echt een superleuk detail. Dit is met een 3D printer gemaakt en dat vind ik echt heel tof. Dat is echt gewoon lekker innovatief, maar het is ook nog eens heel erg leuk. En je kan hem dus ook zo neerzetten op het kroontje. Dus dat zijn allemaal gewoon leuke details. Ik heb dus een hele fijne eyeliner pen van Benefit, zoals ik al eerder vertelde. De Roller Lash Liner, dat vind ik echt een hele goede eyeliner. Maar ik ben heel benieuwd of dat deze nog fijner is. Vooral omdat hij zo hoge belofte heeft. Dit is niet hoe het puntje eruit ziet. Echt, ja, kakstrak. Ik ben heel benieuwd. Valt me al gelijk op dat hij echt heel veel pigment heeft. Ik hoef hem echt maar neer te zetten en het is gewoon gelijk zwart. Oké, dan gaan we nu voor de wing. Nou, dat ging eigenlijk ook vrij makkelijk. Als ik een mini puntje van kritiek mag geven, vind ik het wel een heel hard stokje. En doordat hij dus vrij hard is, is hij niet zo bewegelijk. Dus krijg je, zoals ik hier ook zie, redelijk dikke lijn. Dus ja, hij is absoluut heel zwart. Hij is ook heel erg mat. Hij is zeker gepigmenteerd. Je kan echt wel in de mini hoekjes komen gewoon. Maar ik vind hem echt wel iets te hard om echt een goede wing te zetten. Dus dat is wel even oefenen, zeg maar. Dus ik denk persoonlijk, voor alle meiden die zitten te kijken die echt struggelen met een eyeliner, Dit is niet per se makkelijker. En dat is natuurlijk wel, ja, ik denk de insteek. Zo, de eyeliner zit erop. Ja, weet je, ik vind hem niet verkeerd. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, vind ik hem niet per se geweldig voor winged liner. De wing zit er prima op, maar ik heb ook best wel al jaren al geoefend. Dus ik ben blij dat ik het eindelijk kan. Maar het maakt het niet per se makkelijker met deze. Ik heb juist het idee dat het puntje is heel fijn voor de binnenkant. Daar is het echt top voor. Dus gewoon een normale eyeliner, perfect. Maar doordat je hem niet lekker kan buigen, ja, klapt die soort van, ja, dubbel niet. Maar gaat hij een beetje zwalken en daardoor wordt je wing niet super strak. Dus verpakking is leuk, eyeliner is niet verkeerd, maar ik ben niet helemaal om, zeg maar. Ik zou nog steeds liever die van Benefit gebruiken. En wat ik ook voel, is nu die op begint te drogen, zeker in de wing, voel ik het een beetje strak worden. Dus ik voel het ook echt wel te zitten. En dat ben ik ook niet echt gewend. Dan gaan we nu verder met de wimpers. Ik ga eerst even mijn wimpers krullen met mijn wimperkruller van Charlotte Tilbury. En daarna heb ik hier een mini mascara van Yves Saint Laurent. En dit is de Mascara Volume FX Faux Seals. Voor een false lash effect. Dat namelijk niet echt een nieuwe mascara. Want ik ben nog steeds heel erg blij met die van Anastasia. Dus toen dacht ik, ik ga eens even kijken door mijn minis heen wat daar nog tussen ligt. En deze kreeg ik niet bij mijn laatste Douglas bestelling, maar die daarvoor. Dus toen dacht ik, hey, laat ik die gebruiken. Dit is hoe dat die eruit ziet. Gewoon zwart en dan het Yves Saint Laurent logo. Ik ben heel benieuwd naar het borsteltje. Oh, dat is wel echt een kakstrak borsteltje. Nice, ik ben benieuwd. Op zich zijn dit wel de borsteltjes die ik wat minder fijn vind. Want vaak komt er wat minder product af. Dus ze separeren wel heel goed. Maar ik hou echt heel erg van volume bij mijn wimpers. En ik merk nu al dat dat niet echt gaat werken met deze mascara. Dus dit is het effect met de mascara. Ja, ik vind het geen verkeerd effect. Maar die van Anastasia doet wel iets meer, zeg maar. Dus ik zou hier niet per se een grote van kopen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie favoriete mascara is. Want ik heb er dus de afgelopen jaren echt onwijs veel getest. En die van Anastasia die ik nu gebruik vind ik echt gewoon heel fijn. Omdat ik, ja, toch echt wel hou van volume. En je moet er wel voorzichtig mee zijn. Want je kan er echt klonten mee krijgen als je er echt veel te veel van zou gebruiken. Maar ik vind het wel echt een mascara van je brengt hem aan en bom, het is effect. Hier moet ik echt gewoon 10 keer overheen voordat er iets gebeurt. En dat duurt ook nog eens heel erg lang. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie favoriete mascara is. En of dat ik die wel eens een keer geprobeerd heb. Of dat ik die misschien nog eens een keer moet proberen. Ik ben wel benieuwd naar.
En heb je dan, als je bijvoorbeeld een budget mascara hebt, heb je dan ook eerder een high-end mascara geprobeerd? En als je dus meer van de high-end bent, heb je dan vroeger ook budget mascara's geprobeerd? Ben ik wel benieuwd naar. Laat me weten beneden de reacties. Nee, girl, sorry. Die hoeft niet meer. Ik zal tussendoor nog eens even kijken. Ik ben vooral eigenlijk heel impressed met de wenkbrauwen. Het is echt bizar. Het zit gewoon echt kakstrak. De oogschaduw vind ik ook echt heel erg mooi zitten. De eyeliner, not my best work. Ik weet niet. Ik vind het tot nu toe eigenlijk wel heel goed uitzien. Ik heb wel best wel een donkere ooglook op voor mij doen. Maar ja, ik vind het wel mooi. Het springt me wel aan. Dan is nu natuurlijk de laatste stap, de lippen. En het is ook een beetje cheaten, want deze heb ik natuurlijk stiekem al opgedaan in de video. Maar alsnog wil ik hem wel heel erg graag laten zien. En ik ga een lippotloodje gebruiken van House Labs. Je hebt natuurlijk al voorbij zien komen in de look met het Pat McGrath paletje. Maar ik wil nogmaals even benadrukken hoe fijn dit lippotlood is. Ik heb dus de kleur Myth. Ik heb nog geen andere kleuren geprobeerd. Maar deze zou ik je absoluut aanraden. Hij is super zacht, heel gepigmenteerd en een hele fijne kleur. Oh, en dan nog even over de lippenbalsem. Die voelt nog steeds fijn trouwens. Mijn lippen zijn echt gewoon super zacht. Ik ben heel benieuwd hoe dit er overheen gaat. Oh, nou, gaat prima. En dan ga ik dus op mijn lippen aanbrengen de Bobbi Brown Crushed Liquid Lip. En dit is de kleur Juicy Date. Er is ook nog een lichtere nude kleur overigens. Mocht je denken van, hey, toffe kleur, maar ik hou van iets lichter. Er is nog een lichtere nude kleur. Maar dit is wel een kleur die ik het mooist vind. Net even iets meer oud roze, beetje persik. Voor mij echt wel een perfecte everyday kleur. Voelt super zacht, ook met die lippenbalsem eronder. Dan ga ik als laatste nog een keer setting spray aanbrengen. En dan gaan we eens even kijken wat ik uiteindelijk van deze look vind. En welke producten ik absoluut zou aanraden. Ik gebruik nogmaals die van Colourpop. En dan gaan we even lekker high class doen met die waaier. Vind ik toch altijd wel het lekkerst. Tuurlijk, je handen kan ook prima, maar dit is gewoon makkelijk. Zo, ik heb mijn haar ook even los gedaan. Dan is het dus nu tijd om even een recap te doen naar de producten. Ik ga eerst even in de spiegel kijken. Nou, wat me in ieder geval opvalt sowieso in het schermpje van de camera, is dat ik echt super shiny, gezond blush op mijn gezicht heb. Dus vooral de blush en de highlighter hebben goed hun werk gedaan. Mijn wenkbrauwen zijn echt wel wat meer dan wat ik normaal draag. Maar ik vind ze wel gewoon echt super snatched. Dus dat ziet er goed uit. Oogschaduw vind ik ook mooi. Ik heb wel het idee dat die gouden kleur een beetje wegvaagt in dat donker. Maar dat kan ook aan mij liggen. Lipkleur is ook echt mijn ding. Want het is niet overwegend super glossy. Maar het voelt wel gewoon heel erg lekker. Kleur is ook mooi. Dus eigenlijk als ik zo van gauw kijk, is er niks wat ik echt vreselijk vind. Waar ik me wel aan stoor is de eyeliner. Het voelt gewoon niet fijn. Maar ik ga in ieder geval alle producten even kort met jullie doornemen. Nou, ik begin natuurlijk met het lip treatment. Wat ben ik blij dat ik dit gekocht heb. Het voelt zo lekker. En wat me vooral opvalt is met lippenbalsem of zo. Als ik het opdoe voordat ik ga make-uppen, dan is gedurende de video ben ik heel veel aan het praten geweest. Dan krijg je zo'n droge rand zeg maar om je lippen heen aan de binnenkant. Doe je eigenlijk vrij weinig aan. Behalve even drinken tussendoor. Maar ja, ik ben natuurlijk aan het filmen. Dus dan gebeurt dat wel eens. Dat had ik hier niet mee. Dat viel me gelijk op. Nou, het zit nu dus onder mijn lipstick. En nou, het voelt gewoon heel erg lekker. Het enige wat ik over kan zeggen, als je dus niet tegen kokosextract kan of je vindt het niet lekker ruiken of voelen of iets, ja, dan moet je hem skippen. Maar voor de rest zou ik deze echt aanraden. Ik vind hem echt heel fijn. En ik zou zeggen, wacht even tot de volgende kortingactie bij Douglas en ga deze halen. Want ik ben echt heel blij dat ik deze gekocht heb. Ik ben er dus nog niet uit dat ik hem s'avonds ga gebruiken of bij het make-uppen. Maar ik ga hem zeker vaker gebruiken. Misschien wel elke dag. En dan natuurlijk de primer. Ik heb die van Hourglass natuurlijk op mijn T-zone aangebracht en deze op mijn wangen. Op zich prima. Ik zeg heel eerlijk, hij zit in mijn Physique Kit. Hij werkt prima. Ik vind hem niet bijzonder. Hij is gewoon prima. Die van Hourglass is even verdwenen. Ik ben hem aan het zoeken, maar ik kan hem niet vinden. Het is natuurlijk echt een heel klein dingetje. Ja, die vind ik toch wel het meest fijn eigenlijk voor op de T-zone. Dat ziet er gewoon goed uit. Het voelt lekker zacht. Het is wel dewy door de foundation, maar het is echt niet heel erg heftig. Dus ja, ik zou deze niet per se aanraden voor jezelf, want ik vind hem niet bijzonder genoeg. Dan vind ik die van Milk echt wel fijner. Maar die van Hourglass zou ik op zich misschien wel vaker gebruiken. Echt voor op de T-zone doet hij zijn werk gewoon heel goed. Nou, dan de foundation.
Ik moet zeggen, ik ben niet mindblown. Hij is prima. Zou ik hem vaker gebruiken? Ik denk het niet, want ik vind die van Uncover Skincare sowieso een stuk lekkerder ruiken. Een stuk huidvriendelijker. En net iets mooier op de huid. Want ik heb echt wel het idee, en ja, de primer heb ik natuurlijk al vaak gebruikt van Hourglass, dat die toch ja, best wel heel erg eigenlijk lelijk op de huid zit. Ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen, maar ik merk gewoon dat hij niet goed in de huid blendt. Ik vind zelf eigenlijk het allermooiste als je de foundation echt bijna kan blenden in de huid. Dat hij gewoon een soort van tweede huid wordt. En ik zie dit, ondanks het dewy effect, ja, er gewoon echt op liggen. Ik vermoed dat dat ook echt wel komt door de ingrediënten. Dus ja, ik blijf erbij. Budget foundations, ik vind het gewoon niet, voor mij in ieder geval, de perfecte match. Mocht je nou zitten te kijken en denken, wauw, prachtige foundation, 7 euro, serieus? Ja, dan zou ik zeker zeggen proberen, want het is inderdaad geen verkeerde foundation. Maar ik prefereer toch, ja, toch wel dan mijn favoriete foundation van Uncover Skincare. Ja, door de foundation er niet helemaal mooi op zit, vind ik de concealer van Dior er ook niet wauw op zitten. Dus ik vind het moeilijk om deze nu te beoordelen. Ik heb namelijk het idee dat hij heel erg in de lijntjes is getrokken, zeg maar heel droog is. En dat idee had ik niet toen ik hem net aanbracht. Dus ik heb het idee dat het ook komt door de foundation die eronder zit. Dus ik kan deze nu niet volledig reviewen. Ik ga hem in ieder geval vaker nog gebruiken. En dan ga ik binnenkort nog een keer een update doen met mijn favorieten op dit moment. En dan ga ik kijken of dat deze daar ook toe behoort. Voor nu vind ik het in ieder geval geen verkeerde concealer. Maar ik kan je nog niet genoeg vertellen of dat ik hem echt de moeite waard vind. Ik moet hem echt nog vaker gebruiken. Ja, de poeder van Pat McGrath heb ik natuurlijk al vaker gebruikt. En hij reageert verder gewoon prima op de concealer. Ik heb echt het idee dat het komt door wat eronder zit in plaats van wat er overheen gaat. Want ik heb het idee dat hij daardoor juist zachter werd. Nou, dan de fantastische mooie sponsor van Colourpop. Ik moet zeggen, de Hourglass Sponge vond ik heel erg fijn. De blush ging er gewoon echt super makkelijk op. De Detail Sponge vond ik ook heel fijn voor de concealer. Foundation, moi. Ik denk dat ik dat ook gewoon even met een andere foundation moet proberen. Maar de kwaliteit van deze sponsor voor de prijs, want volgens mij zijn ze $5 per stuk of zo. Dus $5 à $6, in ieder geval echt niet veel meer. Ja, vind ik echt bizar. Vind ik echt gewoon goede sponsor. Dus ik ga deze zeker vaker gebruiken. En sowieso die Hourglass wordt mijn nieuwe favoriete sponsor voor cream blushes. Ik ben wel heel benieuwd of dat ik ze goed schoon ga krijgen. Dat ga ik na deze video ook gelijk doen met mijn Beauty Blender soap. En dat zal ik ook even laten weten beneden in de reacties of dat goed gelukt is. Nou, dan natuurlijk de bronzer van Chanel en de stippling brush. Ja, beide echt een groot favoriet. Ik vind het effect op de huid gewoon echt heel mooi. Het is net even iets meer bronze. Het is net even iets meer glowy. Doet gewoon zijn werk goed. Ik vind deze brush ook echt heel fijn. Zou ik je echt willen aanraden als je nog op zoek bent naar goede stippling brush. Want die zoektocht is niet makkelijk, kan ik je vertellen. Deze ga ik zeker vaker gebruiken. Ja, dan de blush stick van Nude Stix. Ja, ik vind het echt een heel leuk kleurtje. Het is wat rozer als wat ik normaal zou dragen. Het is best wel een beetje een vettige stick. En daardoor krijg je een beetje een soort balm effect op je gezicht. Ja, hou je nou echt niet van shimmer, hou je niet van dewy, dan moet je deze stick echt zo snel mogelijk skippen. Maar als je echt op zoek bent naar dit effect, ja, dat komt echt wel door de stick. Dus ik ben hier echt heel blij mee en ik vind het leuk dat Douglas dit soort merken nu ook heeft toegevoegd aan het assortiment. De highlighter van Iconic London vind ik ook mooi. Ik weet alleen wel dat hij zelf best wel prijzig is en dat vind ik hem niet per se helemaal waard. Ik vind het gewoon een mooi effect geven, dat doet hij goed. Ik heb hem gekregen, dus daarom zou ik hem zeker blijven gebruiken. Maar nu ik hem zo geprobeerd heb, zou ik hem niet per se zelf gekocht hebben. Want ik vind het product niet bijzonder genoeg om dat geld daarin uit te geven. Er zijn ja, genoeg andere merken, goedkopere merken. Noem bijvoorbeeld ook even Colourpop heeft volgens mij ook een liquid highlighter, sowieso van Soulbody. Ja, die zijn gewoon een heel stuk goedkoper voor veel meer inhoud. En zo bijzonder is de kleur of het product niet. Dus ik ga hem zeker wel vaker gebruiken. Maar ben je nou niet per se op zoek naar een product als dit, laat je dan niet meeslepen in de hype, want het is niet zo'n bijzonder product. Ja, dan natuurlijk het duo van Colourpop. Ik vind beide eigenlijk heel erg mooi, ook al is de highlighter zover ik weet, limited edition, zou ik zeker wel vaker gebruiken. Blush is wel wat donker voor mij. Als ik nu ook zit te kijken, dan heb ik meer blush op mijn gezicht als ooit. En de meesten weten dat ik natuurlijk niet zo heel erg dol ben op blush. En nu heb ik echt wel gewoon flinke wangen. Ik heb echt het idee dat ik een soort van de bof heb of zo. Als ik nu het schermpje van de camera kijk. Zo voel ik me in ieder geval. Ik vind het too much. Maar ik vind het wel een hele mooie kleur. Dus als jij nou wel van dit effect houdt en echt gewoon lekkere shiny wangen, dan is die kleur Drop of a Hat, die zit natuurlijk in het vaste assortiment, echt wel heel erg mooi.
mooi. Nou, dan heb ik natuurlijk verder alleen maar producten gebruikt die ik al had. Dus daarna ben ik overgegaan naar mijn wenkbrauwen. Dit is oprecht de verrassing van de video. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik het product natuurlijk in een winactie heb gewonnen en daardoor heb ontdekt. Ik vind het echt een heel goed product, want ik ben gezegend met redelijk volle wenkbrauwen van mezelf. Maar er zijn er genoeg die dat niet hebben. En dan is een product wat vrij vloeibaar is, wat echt blendt in de haartjes. Ja, dat is gewoon precies wat je wil. Dus zit je nu te kijken en denk je, wauw, die wenkbrauwen. Dit product van NYX is volgens mij ook niet heel erg duur, dus ik heb er nu 3, dus ik kan er eens mee vooruit. Maar ik zou dit product echt wel vaker gebruiken. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Dus ik vind het echt een hele leuke verrassing. Dan natuurlijk het Latte 2 palet van Dominique Cosmetics. Ik vind ook dit een heel mooi palet. Vooral dat de kleuren gewoon goed blenden, makkelijk blenden, vind ik echt heel erg tof. Als ik er een puntje van kritiek op moet geven, dan denk ik toch de color selection. Want ik vind die gouden kleur naarmate de tijd steeds meer vervagen. Dan wordt hij toch wel vrij donker, de ooglook. Dus daar moet je wel echt van houden. Ik vind die Pops of Color in het palet ook wel heel erg leuk. Maar het wordt daardoor wel een beetje een ratje toe. En het palet is, als ik het goed zeg, 40 à 42 euro. Dus het is wel een vrij kostbaar palet. Dus dan wil je wel dat eigenlijk alles goed is. Dus ik ben niet negatief over het palet. Maar als jij niet per se zoekt naar zoiets, dan zeg ik niet, je moet het hebben. Dus komt hij over een paar maanden op een gegeven moment in de sale bij Beauty Bay of op de eigen website, ik noem maar even iets, zou ik zeker zeggen, probeer hem. Maar het is niet dat ik nu zeg van, je moet deze hebben. Ik ben er niet zo enthousiast over als mijn paletten van Natasha Denona. Maar ik zou hem zeker wel blijven gebruiken. Want ik vind de kwaliteit van het palet en vooral hoe de kleuren blenden, vind ik best wel impressive. Nou, dan heb ik hier toch wel een kleine teleurstelling. Ik vind het echt heel jammer, maar ik vind de liner van Queen Darcy vind ik niet heel fijn. En voornamelijk omdat ik hem echt gewoon voel te zitten. Dat ben ik gewoon niet gewend. Dus er zit een bepaalde formule in waardoor die echt wel indroogt. Waardoor die waarschijnlijk heel goed blijft zitten. Maar dat voel je ook gewoon letterlijk. En dat vind ik niet zo fijn. Dat trekt echt wel aan je ogen. Dus ik vind het echt heel jammer om te zeggen, maar ik zou deze niet opnieuw kopen. En doe pijn in mijn hart, want ik ben dol op de wimpers van Queen Darcy. En ik vind het palet ook echt heel mooi. Maar hier ben ik wat minder blij mee. Dus vind ik echt jammer. Dus ja, ik vind hem niet fijn. Ik ben gewoon eerlijk. Nou, de mascara. Ik heb hier nog een doosje. De mascara ligt hier ergens achter me in mijn kamer. Want girl, wat een vreselijke mascara. Die heb ik echt gewoon uit het beeld gegooid. Want ik vind het echt helemaal niks. Mag je van mij ook echt skippen? Als je nog op zoek bent naar nieuwe mascara, Anastasia Lash Brack is mijn favoriet op dit moment. En het laatste product is dus de Crushed Liquid Lip van Bobbi Brown. En ik heb natuurlijk ook al verteld in de shopblog dat ik echt al heel lang niks van Bobbi Brown heb gekocht. Maar dat dit product me echt verrast. Het voelt zo fijn op de lippen. De kleur is super mooi. Ja, ik zie mezelf dit echt wel everyday dragen. Dus ik ben hier heel blij mee. Dus zoals in iedere Full Face First Impressions, ja, zijn dit toch wel de producten die me het meest verrast hebben. Ik ben heel erg blij met dit lip treatment. Ik ben namelijk altijd op zoek naar iets wat mijn lippen nog zachter maakt. En ik denk dat ik dat gevonden heb. Ik heb nog nooit mijn wenkbrauwen op deze manier gezien. Dit product is echt magic. Dus probeer dit alsjeblieft als je zit te kijken en denkt, wauw, dat wil ik ook. En de Bobbi Brown lip is echt waar ik van hou. Dus zacht op de lippen, niet plakkerig, mooie kleur. Het zal misschien niet heel dag blijven zitten, maar dan heb ik liever dat mijn lippen gewoon lekker aanvoelen en een mooie kleur hebben. En dat ik iets meer moet aanbrengen gedurende de dag. Ja, ik vond weer een bewogen aflevering van de Full Face First Impressions. Ik heb echt wel een paar teleurstellingen gezien. Producten waarvan ik toch niet mega enthousiast werd. En ik heb een aantal nieuwe favorieten ontdekt. Dus ik vond het eigenlijk weer heel erg leuk om te doen. Ik ben sowieso echt dol op dit soort video's. En zoals jullie weten vind ik eigenlijk het allerleukst om de producten ook gewoon te testen. Dus ik heb me ook al een paar weken moeten inhouden om deze producten te gaan proberen. Vond je nou een leuke video? Doe natuurlijk even je een duimpje omhoog. Laat me ook zeker weten beneden in de reacties wat jouw favoriete product was uit deze video. Of welke jij graag zou willen proberen. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op die rode abonneerknop. En word ook lid van de Shark Enemy familie. Wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!